Zo, waar zijn we nou weer beland? Nou jongens, vandaag zijn we lekker in het bos van Metselerwier. We gaan vandaag eens even lekker wat kiekjes nemen. En we gaan vandaag met kleurenpoeder bezig. Dus ik zou zeggen, intro. Zo jongens, welkom bij weer een te gekke vlog van vandaag. Echt, ik heb al tijden niet meer gevlogd. Hé Dirk? Dus, Dirk, wat gaan we vandaag in dit mooie bos in Metselerwier doen? Nou, we gaan vandaag foto's maken, maar niet zomaar. Natuurlijk een creatieve manier. Moet iets speciaals doen, hè? Ja, precies. Dus we hebben eerst die flares gedaan, die rookbommen. En nu had ik gezien dat je ook mooie foto's kan maken met kleurenpoeder. Dus je hebt gewoon poeder besteld via AliExpress? Daar komt het op neer, ja. Lekker cheap. Ja. En welke kleurtje had je trouwens meegenomen? Oranje, rood, geel en blauw. Jij houdt wel, het valt me wel op als ik kijk naar gewoon de smokebommen of zo. Jij houdt wel meer van het geel en het oranje. Ja, klopt. Dat zijn wel jouw favoriete kleuren, of niet? Ja, dat zie je ook wel op mijn Insta-posts, hè. Ja, daarom. Voor degene die niet weten, check deze gozer eventjes uit op Instagram. Hij maakt echt te gekke foto's. Maar Dirk, ja? Ik denk dat het niet lang meer duurt, dan ga ik over naar full frame. Dat moet je ook zeker doen. Zoveel beter. Ik denk dat ik alleen wel voor een Sony ga. Nou jongens, we gaan dus lekker bezig met deze kleurenpoeder. Meerdere kleurtjes, oranje, rood, geel en blauw. Nou, dat wordt sowieso tof. Dus, ik zou je aanraden, als je dit gaat doen, zorg ervoor dat je een hoge shutter speed hebt. Wij gaan ongeveer rond de 250ste van de seconde doen. De f-waarde hebben we op 4.0. Als je hem lager kan doen, zeker een aanraden. En hou die ISO zo laag mogelijk. Dus ik zou zeggen, ja, minder lullen, meer schieten. Let's go! Oké, ik weet niet hoe dicht ik bij de camera sta, maar voor de rest, ik heb hier geel en ik heb hier oranje en dit wordt onze allereerste shot. Dit wordt de eerste poging en we zien wel hoe het gaat. 3, 2, 1. Zo, dat ziet er sick uit. Alleen moet het... Ja, kijk, de wind, die blazen het naar links van jou. Mm-hmm. En het mooiste is eigenlijk als je de tegenwind hebt of wind mee, dat het voor je blijft. Ja, dat was wel fijner geweest als het voor me zat. Dan heb je zo'n hele rookgalm. Ja, dus we gaan even een hoek zoeken waar dat wel zo is. En dan gaan we versie 2 doen. Go! Oké jongens, Dirk heeft er nu dus zijn eerste foto's geschoten. Ze zijn echt sick geworden voor de allereerste oefenshots. Nou wordt het mijn tijd om te gaan schieten met deze bad boy, deze 5D Mark III. En hij gaat poseren, dus ik weet niet hoe dit eraan toe gaat. Dit wordt mijn allereerste keer dat ik met smoke en poeder, ja, alles erop en eraan, poeder ga fotograferen. Dus Dirk, ben je er klaar voor? Je ziet er echt uit als een ninja. Je ziet er echt uit als een ninja. Hoi! Oh shit man! Kijk eens aan! Het ziet er goed uit jongens! Hij kan het gewoon! Oh shit man, je hele rug zit er zelfs onder. Kijk mijn broek joh! En mijn rug? Je rug zit er ook onder. Ja. Ik weet niet of we het goed kunnen zien. Kijk, moet eventjes wat goed in focus. Dat is onze Dirk. Net geschoten met een Canon 5D Mark III. Ja, het zijn echt sick shots geworden. Voor degenen die willen weten wat voor een lens we vandaag hebben gebruikt, is het een 24x105 L-lens. Ja. Doe je hoofd eens naar beneden. Ja, kijk dan. Einde oefening van dit petje. Oké, jongens. Ene laatste shot voor vandaag. Mijn petje is naar de maan. Zo sneu voor deze beste jongen. Maar hij heeft best wel een mooie tijd achter de rug gehad. Dirk gaat zo meteen hier op deze prachtige locatie staan. Daarna gaan we gewoon dezelfde settings doen. Het enige verschil is dat wij een andere lens hebben. Welke lens hebben we ook alweer?
70-300 gaan we zo meteen gebruiken. Dat is een Tamron lens, als het goed is. Dus ja, we gaan nu alle kleurtjes gebruiken die er maar zijn. En ik hoop zo dat het resultaat echt magnifiek is. Dat gewoon Gucci is. Ik sta nu op 1/3 van de as. Voor degene die veel weten van video, dat is goed. Jij staat op die andere as. Nee. Oké. Ga je laag bij de grond doen of... 3, 2, 1. Nice! Oké, okay, jongens. Hey, deze is echt goed genield. Ik weet niet of jullie hem goed in focus kunnen hebben. Of tenminste, ja, dit is het shot geworden. Nog maar een hele kleine nabewerking in de Lightroom. En dit is gewoon een zieke shot. Voor de duidelijkheid, voor die zieke shot die je net zag, heb ik dus de sluitertijd heb ik op 250ste van de seconde neergezet. Meestal zetten we hem heel vaak op 250ste van de seconde. Want het is gewoon het lekkerste om daarop te schieten. Vind je niet? Ja, maar door die snelle bewegingen van die poeder, dan krijg je met 250ste van de seconde, krijg je dat ook goed scherp in beeld. Ja. Maar wat als je hem hoger doet? Is het dan nog steeds mooier, ziet het er nog steeds mooi uit? Het ziet er nog steeds mooi uit. Alleen wat je dan krijgt is dat je een hogere ISO moet gebruiken. Ah. Dus daarom probeer je daar een beetje een balans in te krijgen totdat het zo is. Dus dan is de 250 eigenlijk een beetje de richtlijn waar je een beetje heen moet. Wil je het gewoon lekker houden. Ja, want je wil graag dat die poeder gewoon heel scherp is. En dat je ook geen wazige handen hebt door die beweging. Nee, nee, nee. Nee. Je wil, hetgene wat je het minste wilt is motion blur. Mm-hmm. Tenzij je daarvoor gaat, dan wel. Ja, je kan ervoor gaan, maar wij gaan er nu niet voor. Nee. Dus vandaar deze instellingen. Maar voor degenen die best wel nieuwsgierig zijn wat de settings zijn, is dus ja, zoals ik al zei, de 250ste van de seconde, de f-waarde zit gewoon op een 4.0. Was mooi geweest als hij nog lager kon. Ja, maar dan zit je ook op een meestal duurdere lens. Dan zit je echt op een duurdere lens, ja. En voor de rest, de ISO zit op 2500. Dus dat vind ik eigenlijk best wel netjes voor de 5D. Ja. Als we, kijk, stel we deden dat in een open vlakte, zeg maar, dan heb je meer licht. Nu heb je de schaduwen van de bomen. Dus ja. Dat die ISO, we gingen echt voor dat mooie diepteperspectief. Hè? Mm-hmm. Dat is ook de reden waarom we gewoon voor deze locatie hebben gekozen. Zelfs met video is dit een hele prachtige mooie locatie. Want het is natuurlijk licht, dus het komt heel mooi op de huid uit. Mm-hmm. Dus, en ja, zoals je zei, jij ging daar net staan en ik stond hier. Dus we stonden perfect mooi allebei in een van die 1/3's. Laatste shots met de laatste poeder. Ik hoop dat ze gaan lukken. Let's pray. Oké. Okay. Mijn handen zijn echt zo goed als smerig. Mijn hand ook hier, mijn bandjes, alles erop en eraan. We hebben echt een zieke shots gemaakt. Nu wordt het tijd om je mee te nemen naar onze nabewerking. Dus laten we naar Dirk's Place gaan. Oké, okay, ja, check. Hij is scherp. Ah. Oké, okay, dus na een aardig kwartiertje volgens mij zijn we ermee bezig geweest met één foto. Mm-hmm. Hebben we nu echt het eindresultaat gemaakt. En dat is dit. Ik zal het even laten zien, jongens. En dit is het eindresultaat geworden. Maar Dirk, vertel eens. Yeah. Wat heb jij allemaal in deze prachtige foto veranderd? Wat is er allemaal gebeurd? In een nutshell. Oké, okay, in een nutshell. Ik heb de rook heb ik... Kijk eens in de camera. Ik probeer het aan te wijzen. Oké. Maar de rook heb ik meer kleur gegeven en wat lichter gemaakt. Iets meer contrast gegeven. Voor de rest heb ik de rest van de omgeving iets minder kleur gegeven en iets donkerder gemaakt. Ja, mijn broek die was helemaal geel. Dus die heb ik ook wat minder kleur gegeven. En that's it eigenlijk. Ik heb de groene kleur heb ik iets blauwer gemaakt. That's it. Mm. Oké, okay, mensen. Dus dat was het dus voor vandaag. We hebben een heerlijke foto geschoten. Meerdere foto's zelfs. En we hebben hier ook laten zien hoe wij de nabewerking hebben gedaan. Ten eerste, grote, ja, echt enorm bedankt Dirk. Dat je er vandaag was bij deze te gekke video. Ja, ik vond het leuk om te doen. Ja, leuk dat je poeder hebt kunnen gebruiken.
En het was me zeker dat vroeg opstaan wel waard. Dus jongens, willen jullie meer weten? Laat het eventjes weten in de reacties. Nogmaals, die poll is al geweest. Maar je kunt het ook nog gewoon in de reacties zelf laten zien. Dat als jullie willen dat Dirk wat vaker in een YouTube video komt, laat het even weten. En ben je net nieuw op dit kanaal en wil je sowieso meer dingen weten van fotografie, film en zelfs vormgeving? Laat het eventjes weten en druk sowieso op die abonneerknop. Wil je op de hoogte zijn elke keer wanneer wij een nieuwe video gaan posten? Druk dan even op het notificatieknopje en dan krijg jij gewoon een berichtje binnen wanneer wij weer wat nieuws posten. Voor de rest, check ook eventjes mijn Instagram pagina, want daar wordt heel vaak content op gegooid. En heel vaak komen daar vragen naar voren van oké, wat willen jullie nou? Is dit een leuke video? Is dit dingen, weet je? En we gaan zelfs shoutouts doen in de Instagram pagina. Dus in ieder geval, hopelijk hebben jullie genoten. Hit die like button en tot de volgende video. On chain.